We zijn bij de KVB in Zeist en we hebben een interview met Heinrich Welling. Heinrich Welling, wie is dat in vredesnaam? Wat is die cultheld met die snor die altijd de loting voor de KVB-beker verricht? En de vragen hebben we in balletjes gedaan en die mag hij zelf gaan loten. Meneer Welling, welkom bij de metroloting. Ik zal even de procedure uitleggen. Normaal gesproken doet u dat. U pakt een balletje, draait hem open, leest de vraag voor en u geeft naar alle eerlijkheid antwoord. Beetje husselen volgens mij. Heb je gelijk in. Dat zeg ik ook altijd tegen de mensen die mogen loten, ja. Nou, daar gaat hij. Heeft u wel eens een loting gemist? Ja, dat heb ik inderdaad. Dat was, even nadenken, in 2010. Mijn zoon, die al 76 jaar in het buitenland vertoeft, zat toen in Ierland voor zijn werk. En wij gingen vlak voor een loting die ik in december zou moeten verrichten. Ik denk dat het de laatste 8 was. Gingen we dan nog even een paar dagen naar Ierland. En pas als we in Ierland nog nooit sneeuw gezien hadden, we kwamen Dublin, terug naar Amsterdam, niet met een vliegtuig terug. Dus we zaten vast voor het sneeuw. Dat na afloop van de laatste live wedstrijd, die dus verkozen is door de eerste zendgemachten voor live, dat is dan in dit geval Fox op dit moment, om 8:45 gevoetbald wordt en daarachteraan geloot kan worden, dat is voor iedereen een begrip. Alleen waarom wordt dan nog later op de avond pas geloot? Omdat een andere zendgemachte die de rechten heeft voor de samenvattingen, dat is Veronica dit jaar, na die live wedstrijd pas rond, zeg het is, 10:30, 10:45 met zijn uitzending begint op Veronica met samenvattingen van alle wedstrijden. En Veronica zegt, ik wil ook de loting uitzenden, maar ik moet wel eerst mijn samenvattingen kunnen uitzenden. Dus we zijn altijd in afwachting van wanneer Veronica klaar is met het uitzenden van die samenvattingen, 10:45, 11:30, om dan op beide netten, bij Fox en Veronica, de loting uit te kunnen zenden. Dat is de reden waarom het zo laat op donderdagavond is. Nee, eigenlijk helemaal niet, absoluut niet. En waarom niet? Daar ligt een andere uitstraling en presentatie aan te grondslag. Daar komt iets meer in galavorm voor kijken. Ja. Maar uiteindelijk gaat het om hetzelfde. Het product wat geleverd moet worden is een loting waar inderdaad A tegen B uitkomt, et cetera. Dus... Zou u niet een keer naast zo'n mooie dame willen staan? Nee, dat hoef ik echt niet van. Nee? Dankjewel. Beetje meer show? Het is uitdagend. Tuurlijk hebben we vaak genoeg gekscheren wel eens buiten de uitzending om gelachen. En hier op de vloer ook en de collega's. Maar op de manier moet het wel serieus blijven dat de loting aan zich, de momenten dat je de wedstrijden trekt, dat het echt geen spektakel moet zijn waarbij iedereen een beetje verzuipt in het spektakel. Nee. Ik loop dus al sinds 2000 mee achter de schermen. Het voor het eerst verschenen en wat dan continu die doorgezet is september 2008 geweest. En ik vond het interessant. Ik vond het interessant om te staan en heel natuurlijk mijn zegje te doen. Het mooie is dat ik na die uitzending pas voor het eerst vanuit onze collega's persvoorlichting een mediatraining kreeg. En ook die mediatrainer kon eigenlijk met wat hij mijn hele dag wil leren, met de beelden van die loting die ik toen live had meegemaakt voor het eerst van mijn leven, ja, mag ik wel zeggen, complimenten maken. Hij zegt, ja, dit doe je goed. De grootste loting, daar kan ik me eigenlijk één moment herinneren. Volgens mij was het in de Amsterdam Arena, maar doet er eigenlijk niet toe. De machine was toen nog van kracht en... Je moet het zo voorstellen, als op die knop gedrukt wordt door degene die loodt, dan drukt daar de wind, of ik zeg altijd maar die omgekeerde stofzuiger, drukt die balletjes in een trechter om er eentje naar boven te laten komen. Die komt dan boven in een opvangklepje. Ja, en als die knop niet losgelaten wordt, dat die druk niet wegvalt, ja, dan blijven die balletjes eruit vliegen als het ware. Dus ik had hem al vast en toch vloog die eruit uit mijn vingers en stuitte het een paar keer achter me. Nou, ik kon hem na 2 passen weer pakken en toch voor de dag halen dat welk team geloot was. Dus niet opnieuw de machine. Nee, want hij lag al bovenaan. Ja. Dus wat dat betreft ging dat goed. Nu een warm balletje. Ja, heel vaak. Dat klopt. En het gekke is in deze situatie, vind ik, dat ze dat ook deden op het moment dat er met een machine geloot werd. Daar kom je dus helemaal niet aan met vingers. Nee. En degene die drukt, komt er ook niet aan, bij wijze van spreken. En toch heeft men het over warme en koude balletjes. Dus... Oh, daar ben ik best bereid toe. Ja? Net zoals ik vorig jaar ook spontaan daar live in de uitzending tegen Hugo Bos zei, dat is goed. Ik ben er voor te porren hoor. Dat maakt me niet uit. Om een keer een paar weken met een ontbloot bovenlijf te lopen. Sorry, bovenlip te lopen. Bovenlijf gaan we iets te ver. Wetenschap gaan we aan. Nee, dat gaan we te ver. Dat is een verspreking, zoals je begrijpt. Maar dat is prima. Nou, op de eerste plaats, John de Mol heb ik nog nooit ontmoet. Dat is 1. Maar 2. Nee, er is nooit sprake van geweest dat mij die vraag gesteld is. Door welke productie dan ook. Aan de andere kant, nu zegt iedereen gelijk van ja, maar ze hebben die beschermde positie. Ja, dat heb ik dan volgens mij zo eerder straks ook al uitgelegd. Vanaf 2010 is dat ingevoerd ten aanzien van of men Europees speelt. Ja.
En Europees spelend doen die drie toch wel vaak mee. En dan lijkt het alsof ze beschermd worden en dus niet tegen elkaar kunnen loten. Maar dat geldt alleen voor een eerste CQ2 ronde als ze nog deelnemen. Maar daarna is het ook. Als ik hier een rechtstreeks eerste reactie bij heb, dan zeg ik nee, we hebben ooit verkozen om die kille klinische situatie van in de studio loten, hè, waar je alleen maar een desk ziet, waar we nu ook een beetje zo voor staan, en dan een presentator, een gast en een KNVB vertegenwoordiger, om dat te willen verlaten. Ja. We hebben bewust gezocht met de zendgemachten, ook van toen al, we moeten meer in een voetbalcafé-achtige omgeving staan, een kantine bij wijze van spreken, of een businessruimte. Dat moet een beetje dat voetbalsfeertje nabootsen. De WK eindronde van Spanje 1982. Daar werd inderdaad de loting verricht en plotseling was volgens mij België al geloot en in een pool toebedeeld, met Italië geloof ik. En die werd zomaar bij een vervolgballetje van Schotland werd die weer gewisseld. Moest België naar een andere pool met Argentinië. En daar zaten twee heren achter de tafel. Was volgens mij ook, ik heb het zelf niet live meegemaakt, maar je kunt het vaak nog op YouTube terugzien. Twee heren achter de tafel, de toenmalige voorzitter van de FIFA, de Duitse Neuberg, met het secretaris Blatter, die toen als secretaris was. Die zaten met elkaar te bekokselen over, dit is niet goed, dit moeten we veranderen, dat hoor je met een openstaande microfoon. En toen werd het ook veranderd. Gewoon even live in die uitzending werd het veranderd. Nou ja. Toen nou hè, die Blatter. Dat moet je niet hebben. Nee. En vorig jaar vond ik ook schandalig wat bij was de Champions League loting, wat Carlos Alves. Nee, Carlos, Roberto Carlos, weet hij, van die Braziliaan deed. Die had een bal gepakt, zichtbaar, gaat omhoog met de hand, alsof hij die bal heeft, en legt die bal toch weer terug om een ander te pakken. Dat insinueert ook helemaal iets van, waarom doet hij dat? Is dat balletje warm of koud? Dat vind ik ook een not done om tijdens de loting uit te voeren. Dus dat vind ik bizar om te zien tijdens de loting, dat men daar inderdaad mee bezig is. Jazeker, ik heb prestatief gevoetbald bij DVC 26 in het eerste elftal. Dat komt uit Didam in Gelderland. En daar hebben we op het hoogste niveau zondag eerste klas mee gespeeld. Welke positie stond je? Ik was voorstopper, centrale verdediger. Snoeihard? Nee. Nee? Nee. De laatste? Nou, ja. Zo zie ik het zelf absoluut niet. Ik gebruik toevallig net het woordje eer. Ja, ik vind het een hele eer dat ik namens de KNVB gewoon bij iedere loting aanwezig mag zijn. En ik vind het ook vanuit de KNVB gezien een must. De loting moet je niet door een externe partij laten verrichten, een zendgemachtigde of wat dan ook, of een sponsor. De KNVB organiseert het bekertoernooi en dus moet ook iemand aanwezig zijn. En beschouw het als iemand die alles correct moet laten verlopen, alle handelingen correct laten zijn. Ik zei ook al, de voorbereidingen doe ik helemaal zelf ook, dat niemand anders die balletjes in de schaal legt, et cetera. Dat ik ook weet dat de juiste 16 of de juiste 32 namen beschikbaar zijn. Want het zal maar gebeuren dat er zomaar een andere naam kan komen, dat moet je niet hebben. Veel plezier weer, dit was deze loting, maar deze week weer een bekerloting. Klopt, we gaan donderdagavond na afloop van de 20:15 live wedstrijd, dat is van STC Putten PSV, bij de amateurs daar in een hoekje van een kantine, wat dan een studiootje opgebouwd. Gaan we weer loten.